Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van maandagochtend 3 september. Na een zonnig weekend is het weerbeeld vandaag heel anders. Er is veel bewolking en er valt soms een spatje regen. De temperaturen liggen tussen het 17 en 19 graden vanochtend en de wind komt uit het noordoosten en die neemt in de loop van de dag toe naar matig. Vanmiddag trekken er enkele buien over en vooral het oosten en het zuiden maakt daarbij kans op een bui. Het wordt 22 tot 24 graden. Mocht de zon toch wat vaker tevoorschijn komen, dan kan het net 25 graden worden in het noordoosten. Vanavond valt er nog steeds een enkele bui. Maar in de loop van de nacht zijn er ook wat opklaringen en daarin kan mist ontstaan. De minima liggen tussen 13 en 16 graden. Morgen begint vooral in het zuiden lokaal met mist en geleidelijk is er ook wat meer zon. Maar in de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Daarbij kan ook onweer voorkomen en het kan soms flink plensen. Het wordt 22 tot lokaal 25 of 26 graden. Ook de rest van de week is er kans op buien, waarbij woensdag opnieuw onweer kan voorkomen. De temperatuur neemt in de loop van de week af naar 17 tot 19 graden op vrijdag. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.